Dankjewel. Het is Holtoestag. Ja, zo noemen wij dat. Iedereen gaat, zeg maar, iedereen heeft een groepje. En dat groepje heeft een nummer. En dan moet je proberen om zo'n mooi mogelijke hut te bouwen. Dat betekent veel bouwen met z'n allen. En ja, uiteindelijk wie de mooiste hut heeft natuurlijk. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel heel erg leuk en iedereen die heeft ook veel plezier ervan. Dus ja, daar gaat het ook wel een beetje om. Is het leuker dan taal of rekenen? Ja, zeker. Altijd. Marit en Olivia, jongens kunnen heel goed timmeren, maar meisjes dus ook, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, ik wel. Ja. Ja, maar meisjes, er zijn meer meisjes op de wereld dan mannen, dus ja. En wat vind je ervan, van al het getimmer? Ja, het is wel, ik vind het wel heel leuk om te doen, want het is gewoon, ja. En dat je ook uiteindelijk zo'n dan, dat je op de dingen kan en zo, dus ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja, ik vind het ook leuk om te doen, want het is eigenlijk altijd een evenement en we doen het eigenlijk heel vaak, we doen het één keer in het jaar. En ja, het schooljaar is net begonnen, dus het is wel een leuke start van het jaar. Veel hout en spijkers gebruiken en van alles nog wat en dan gewoon wat in elkaar knutselen. Wat is nou de truc van een mooi huisje bouwen? Samenwerken met z'n allen natuurlijk gewoon, met z'n allen bouwen. Ja, hoog, zo hoog mogelijk bouwen en ja, dat allemaal eigenlijk. Dat is ook wel grappig, want dan zit je zo, laten we zeggen, in teams of zo en dan ga je en dan moet je tegen elkaar een hut bouwen en dan kijken wie het mooiste hut heeft en zo. Ja. Want wij zitten ook niet bij elkaar in het team. Nee. Tegen elkaar dus jullie? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar je zit ook met andere kinderen, dus dan kom je ook in contact. Maar het was, want je zit in groep 7-8 dan en dan moet je dan ook al die kinderen gaan verzamelen. Het was een hele massa, dat was eigenlijk best vervelend, want dan kan je ook kinderen kwijtraken. Ja, toen ik erheen weg stootte er iemand een hoofd van mijn groepje, een kleuter. Alleen toen was ik, die waren we dus kwijtgeraakt. Ja, wij hebben heel veel spullen, dus dat is, ja, het was ook heel zwaar. Dus ik moest ook de hele tijd die spullen van die kinderen dragen. Ja. Dat is allemaal gelukt. Ja, dat wel. Ja, dat is, ja. Ja.